Oké, mensen, zoals jullie kunnen zien, de food staat er. Yes. I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard. Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en vandaag is het weer een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Mijn naam is dus Jochem, vandaag is het dinsdag. En eigenlijk is het zaterdag voor mij, maar deze video komt natuurlijk online op dinsdag. Laat nog even dat blauwe duimpje achter als jullie er weer zin in hebben. Ik ben hier in mijn kamer. En I know, het is echt een teringzooi. En ik zeg het elke vlog dat ik mijn kamer op moet gaan ruimen. Maar deze keer ga ik het echt doen. Want nu kan het echt niet meer. En ik ga het nu echt doen, want er ligt overal ligt kleding. Boeken, schoolboeken, Lego ligt hier overal. Er liggen hier tassen voor school en zo. Het is echt een troep. Hier ligt ook nog een beker en glazen en zo. Van gisteren, want gisteren heb ik gelivestreamd. Star Wars The Force Awakens heb ik afgemaakt. De game is nu helemaal uitgespeeld. Dus ik ben nu klaar met die livestream, zeg maar. En daar ben ik dus... Ik moet dit dus echt nu gaan opruimen, want het is echt een troep. Ik ga kijken. Hier ligt ook gewoon nog allemaal shit. Het is echt een troep. Dus ik ga het eventjes opruimen. Oké, let niet op het geluid wat jullie op de achtergrond horen. Dat is mijn computer. Hij is namelijk een game aan het installeren. En hij maakt echt superveel herrie. In ieder geval, ik was natuurlijk klaar met Star Wars The Force Awakens. Lego Star Wars The Force Awakens uit streamen. Heb ik 6,5 uur over gedaan. En ik wil nu weer in de volgende livestreams wil ik een andere Lego game uitspelen. En dat wordt Lego Harry Potter. En ik heb natuurlijk alle twee de Lego Harry Potter games. Dus jaren 1 tot en met 4 wat deze is. En jaren 5 tot en met 7 wat deze is. En dan ga ik eerst beginnen met jaren 1 tot en met 4. Die ga ik dan uitspelen. Ik denk dat ik gewoon 1 jaar per stream doe. Dus dat ik dan gewoon om deze game uit te spelen 4 streams moet gaan doen. Dus per stream een jaar uitspelen. En dan dus bij deze ook 4. Want je hebt als het goed is jaar 5, jaar 6, jaar 7 en jaar 7 en dan het vervolg, zeg maar. Dus dat wordt super leuk. Ik ben nu namelijk Harry Potter jaar 1 tot en met 4 aan het downloaden met de cd dus die daarin zat. En mijn computer maakt super veel herrie. Ik hoop dat hij dat niet heeft als ik de game opstart. Want dit is anders dan Star Wars The Force Awakens. Want Star Wars The Force Awakens die is via Steam. En via Steam dat is natuurlijk gewoon op je computer. Hoef je geen cd in je computer te doen. Maar bij Harry Potter dus wel. Dus ik hoop niet dat hij echt zoveel herrie maakt zoals hij nu maakt. Want dat zou echt heel erg zijn. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat ik hem aan het installeren ben. En anders moet ik gewoon een andere game gaan fixen. Ik heb nog Marvel Super Heroes, Lords of the Rings, Hobbit, Batman 2, Lego The Movie en dat was het. En natuurlijk Star Wars The Force Awakens. Maar Lego The Movie lijkt me later ook nog wel leuk om te spelen, aangezien ik die game ook nog nooit gespeeld heb. Dus hij is nu even aan het downloaden. Ik was trouwens ook al bezig geweest met mijn kamer op te ruimen, dus dat is natuurlijk ook super chill zoals jullie kunnen zien. Het is al wat meer opgeruimd. En ik ga nu gewoon weer eventjes verder met dit, zeg maar. Proberen dit te fixen, zeg maar. Toen was in één keer mijn tv weg. Ja, mijn tv is nu weg. Ik heb mijn tv weggehaald. Hij ligt nu hier. Mijn tv, mijn LG tv. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik zit nooit op mijn tv. Ik kijk al nooit tv. En ja, ik zit dus ermee te kijken wat ik dus ga doen. Want ik heb hem dus weggehaald. Want ik vond het echt vervelend. Want hij zat echt in de weg. En hij is nu dus weg. Alleen dit hangt er dus nog waar hij eerst aan hing. Dus ja. Maar mijn idee is dus om nu mijn beeldscherm dus ook aan de muur vast te maken. En mijn idee is dus ook later dat ik meerdere schermen krijg. En dat ik hier dan zo 3 schermen setup heb. Dus daarom heb ik hem eigenlijk weggehaald. Want daar zit ik een beetje met mijn hoofd in te brainstormen. Ik heb hem gewoon weggehaald omdat nu mijn beeldscherm, als hij aan de muur zit, gaat hij dus ook meer tegen de muur aan zitten, waardoor ik dus meer ruimte heb. En dat wou ik dus, want door mijn tv, die hing dus zeg maar ongeveer tot en met hier zo, waardoor mijn beeldscherm nog eens daarvoor zat. En er zat daarvoor nog eens mijn toetsenbord en daar had ik dus geen ruimte. Dus dit moet een oplossing zijn, waardoor ik gewoon ruimte heb in mijn computer shit, waardoor ik gewoon plek heb. En dat is dus vet nice. De vlog voor vandaag, die om 3 uur online komt, heb ik ook bewerkt. Dus die staat ook online. En de game is ook gedownload. Dus dat is ook super mooi.
Dus ik ga nu even kijken waar ik mijn tv kan plaatsen. Want ik heb een paar opties. Ik zat te denken, wat nou zet ik mijn tv gewoon daar neer? Ja, daar. Dat lijkt in principe goed. Ik weet niet of hij ertussen past. Al past hij ertussen, is het natuurlijk super chill. Past het niet, dan is dat natuurlijk vet jammer. Ik zat er ook over na te denken om hem hier te zetten. Want ik heb natuurlijk zo'n tafeltje en daar kan ik hem dan opzetten. En dan kan ik alsnog aan tv kijken als ik dat wil. Maar, ja, ik zoek dus de poot van de tv. Ik heb wel deze poot. Maar deze is niet van mijn tv. Deze is van de tv van mijn ouders. Dus die past er niet onder. En ik kan de poot dus niet vinden. Dus dat is een beetje naar. Dus ik weet dus niet wat ik dus nu moet doen. Ik denk dat ik hem gewoon even neerzet. En dan ga ik dus een beetje kijken. Ook een nadeel is de triops. Ja, hier stonden de triops dus. Bij de kachel. En wat er dus eigenlijk is gebeurd. Het is niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt. En het is vet jammer. Want het waterniveau zat dus is daar. En het is gewoon helemaal. Het is gewoon helemaal leeg. Jongens. Wat is er gebeurd? Het is gewoon helemaal leeg. Al het water is verdampt. Nee. Ja, dat was dus niet zo slim om hem bij de kachel te zetten. Ik dacht, dat is natuurlijk wel chill. Want dan blijft water gewoon warm. Maar ja, ik was vergeten dat al wordt water te warm. Dan verdampt het. En dan is het weg. En dat is dus gebeurd. Dus de triops zijn niet uitgekomen. Ik heb natuurlijk nog een helft van het zakje. Dus dat gaan we de volgende vlog ook gewoon weer opnieuw proberen. En hopelijk gaat het dan dus wel werken. Dan zet ik het niet meer daar neer, want dat werkte dus niet. Dus daar moeten we nog even mee wachten. Dus dat gaan we waarschijnlijk de volgende vlog weer doen. Dan ook nog iets. Ik heb twee nieuwe briquettes erbij. Deze, die heb ik vandaag gekocht. En ja, dit is nummer 71 en 70. En dit is Luke Skywalker en Yoda. Dus ja, twee briquettes erbij zitten nog in de doos. En ja, die kunnen dan dus bij mijn briquettes collectie. Ja, ik wil dat ook nog een beetje op gaan ruimen. Ik wil hier gewoon allemaal briquettes opzetten. En ik heb nu in totaal 20 briquettes met deze erbij 22. En er passen er dus 9 op een rij. Dus 9, 18, 27. Dus ik kan nog niet de hele rij vullen. Maar binnenkort wil ik ook nog meer briquettes kopen. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik binnenkort deze rij ook gewoon vol kan maken met briquettes, zeg maar. En dan heb ik gewoon 3 planken met briquettes, wat er best wel vet uitziet. In ieder geval, ik ga nu eventjes weer verder met waar ik mee bezig was. Oké, mensen, ik heb dit gedaan. Hij staat hier nu met tv. Ik vind het er best wel vet uitzien. Ik denk dat hij best wel goed staat. Ja, ik denk dat hij best wel goed staat. Ik heb de triops eventjes weggehaald. En ja, hij staat hier best wel goed. Alleen het probleem is dus, ik heb die poot er nog niet onder. Dus dit ding, auw, mijn vinger kwam ertussen. Dit ding valt vet snel om. Dus ik weet niet of ik hem kan laten staan. Of dat ik even iets kan verzinnen waardoor hij even wat steviger staat. Maar het moment dat ik zeg maar een beetje er tegenaan kom, dan valt hij al bijna om. En ik wil zeg maar niet dat hij echt valt en mijn tv kapot is. Dus ja, maar ik denk dat hij hier best wel goed staat. Al heb ik die poten dan eens onder, dan staat hij hier best wel goed. Ik haal dan met mijn knuffels daarachter weg. Want dat staat een beetje, ja, minder leuk. Die staan hier dus vet eenzaam achter. Maar ja, ik denk dat dit er best wel goed staat. En het ziet er best wel chill uit. Staat niet symmetrisch, waar ik me wel een beetje aan kan ergeren. Kijk, maar trouwens, let niet op mijn bed. Er ligt allemaal shit op dat. Ik moet mijn bed zo meteen even verschonen. Sokken die in de was moeten. Ja, schoolspullen, koptelefoon. Maar ja, hier staat dus mijn bed. En dan staat daar in één keer weer schuin mijn tv. En dan staat daar nog meer schuin mijn raam. Het staat niet echt symmetrisch, maar ja, ik moet nog maar even kijken hoe ik dat dan het best wil gaan doen. Misschien kan ik mijn bed een beetje verschuiven of zo. I don't know. Ik ga een beetje kijken. Het is echt na, want mijn kamer heeft dus deze balken. En dan nog deze balk. En dan weer die balk. En het is echt vet na, waardoor je zeg maar niet. Ja, die balken zijn echt vet irritant. Maar oké, alles heeft een oplossing. Dus ik ga gewoon een beetje ermee knutselen, zeg maar. Ik ben trouwens ook nog naar de kap geweest. Dat viel waarschijnlijk wel op. Ja, ik ben weer naar de kap geweest. Dus ik doe mijn haar nu voortaan ook gewoon weer met gel. En ja, ik heb het vandaag eigenlijk niet gedaan. Gisteren wel, maar het zat nog best wel goed. Dus ja, het voordeel is, hij staat nu niet in het midden, mijn tv. Alleen, ik krijg binnenkort van mijn ouders een nieuw bed. Want ja, dit bed is echt gewoon helemaal naar de kloten. En ja, hij valt gewoon steeds uit elkaar. En ik heb dit bed echt al 10 jaar of zo. Ja, zoiets. Na iets korter. Ik denk iets van 9 jaar al.
En hij is wel aan vervanging toe. Dus ik krijg een nieuw bed. En het wordt dan een bed zonder van deze leuningen. Dus dan heb je gewoon echt gewoon, ook zonder dit, dat je echt gewoon zo'n matras erop hebt. En dat vind ik best wel chill. Hij wordt ook breder. Hij wordt iets van, ik weet niet of jullie het kunnen zien, tot en met hier zo. En als hij dan, als dat nieuwe bed er dus staat, dan staat hij dus wel in het midden. Dus ja, dit is eigenlijk een win-win situatie. Want ja, dan staat de tv dus goed. Ik ga hem zo meteen wel weghalen, want ik kan die stand, die poot kan ik dus niet fixen. Dus dan moet ik hem eigenlijk wel even weghalen, want ik heb geen zin dat ik hier ligt te slapen en dat hij in één keer omvalt op mijn hoofd en dat de tv kapot is en mijn hoofd kapot is. Dus ja, die ga ik dus even zo weghalen. Ik ga nu ook nog even de briquettes bouwen, dus dat wordt ook leuk. En dat, ja, dat, daar ben ik wel blij mee dat ik deze twee briquettes erbij heb. En dit zijn ze dan, mensen, de Yoda en Luke Skywalker briquettes. Ik ben er fucking blij mee. Ja, kijk, dit is Yoda dus. Ik vind hem er echt super vet uitzien, de Yoda briquette. Die is natuurlijk kleiner dan die van Luke Skywalker. Aangezien Yoda natuurlijk in de film ook veel kleiner is. Maar ja, Yoda, super leuk. Ik ben hier echt blij mee. En we hebben hier dan ook nog Luke Skywalker eindelijk. Daar hebben we een versie van Luke Skywalker in de briquettes. Dus ja, super vet. Luke Skywalker dus en Yoda. Je hebt ook nog Prinses Leia en Boba Fett. Die wil ik ook binnenkort nog gaan kopen. Maar ik wil niet meer zoveel geld uit gaan geven aan briquettes. Of tenminste, ik wil er wel geld aan uitgeven. Maar ik wil eerst sparen voor mijn setup, zeg maar. Maar dit, deze kosten dus 15 euro, deze twee briquettes. Aangezien, je hebt dus zeg maar zo'n 1 pack, die is 10 euro, dat is gewoon met 1 poppetje. Je hebt een 2 pack daar zo, en dat is dus met 2 poppetjes, die is 20 euro. En dan heb je dus ook nog, net zoals die van Harry Potter, zo'n kleinere versie. Dat is dus met een kleinere briquette en een grote briquette, en die is dus 15 euro. Maar ik had dus nog zo'n kaart voor de Lego winkel, ter waarde van 15 euro, zo'n bon, die had ik een keer gekregen met mijn verjaardag. En daarvan heb ik dus deze twee briquettes gekocht. Dus super vet, volgens mij, nee, ze staan hier niet op de achterkant, de andere twee briquettes. Maar die ga ik binnenkort nog kopen, de Boba Fett en Prinses Leia briquettes. En dan heb ik alle Star Wars briquettes weer compleet. Behalve dan nog een briquette set, daar zat Boba Fett bij en een Han Solo in Carbonite. Alleen, er zijn er maar een paar van gemaakt en die is dus, die is iets van 200 euro waard. Dus daar kan ik niet aankomen. Maar ik heb nu wel dus deze twee. En dan wil ik die dus daar zo gaan zetten in plaats van de Joker en Batgirl. En de Joker en Batgirl die wil ik dan waarschijnlijk daarboven gaan zetten. Of hier zijn dat ik dan die daarheen verplaats. Maar dan moet ik nog maar even kijken, dus dat ga ik nu even neerzetten. En zo ziet het er nu dan dus uit. Het ziet er echt super vet uit, mensen. Ik kan ze wel even dus snel doorlopen. Daar hebben we Finn van The Force Awakens, Rey van The Force Awakens. Kylo Ren van The Force Awakens, Han Solo van de Solo Movie, Chewbacca van, ja, eigenlijk Chewbacca, maar hij hoort eigenlijk bij de Solo Movie, Darth Vader, Stormtrooper, Yoda, Luke Skywalker dus, deze twee, die heb ik dus nu nieuw, dan hebben we daar The Flash, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Hedwig, Harry Potter, Hermeline, Ron Wemel en Pekkementus. Dan heb ik daarboven nog, oh, ik druk iets in op mijn, oeps, op mijn instellingen. Dan heb ik daar nog Batgirl, The Joker, Pasa's en mijn eigen briquette. Die dus op die, zeg maar, lijkt. Want dit is mijn sick fig en dit is dan mijn eigen briquette. Dus ja, super vet. Ik heb nu 22 briquettes. Dus ja, de collectie wordt steeds weer groter. En ja, ik hoop dan dus dat ik binnenkort die rij nog kan vullen met briquettes, zeg maar. En ja, die onderste rij is nu gewoon helemaal Star Wars. Dus dat is super vet. En ja, ik vind het er echt vet uitzien. Briquettes zijn echt super vet, vind ik. Oké, mensen, zoals jullie kunnen zien, de voet staat er. Yes! Jongens, de voet staat er. Helemaal mooi. Ik heb de voet toch gevonden. Ik ben super blij, want de tv staat hier nu super vet. En ik ben er echt blij mee. Ik moet dus alleen nog een nieuw bed, maar die komt binnenkort. Kijk, hij staat er. Super mooi. Zo, ik ben er echt blij mee. Het is ondertussen wel vet donker al. Dus ik ga even mijn lamp aanzetten. Hier zo. En ja, nu staat mijn lamp dus aan. En eigenlijk, oh, ik stond per ongeluk ergens op. En dan moet ik die lamp ook aanzetten. Maar ja, ik moet even mijn bureau allemaal op gaan ruimen. Dus dat ga ik nu ook gewoon lekker doen. En zo, Harry Potter jaren 1 tot en met 4 staat hier nu. Yes, het werkt. Hij doet het. Hij staat nu op mijn scherm. En mijn computer maakt geen herrie.
Dus daar ben ik super blij mee. Ik had het ook wel verwacht, want de computer was best duur. En dan moet het ook wel goed werken. Het werkt in ieder geval. Dus dat is goed. En ja, Harry Potter is hier nu dus bezig. Zoals jullie kunnen zien, dit ga ik binnenkort livestreamen. Misschien vanavond nog, dat weet ik niet. Ik moet even kijken hoe ver ik kom met opruimen. Dus ja, ik ga nu weer verder met opruimen, zeg maar. Oké, momenteel heb ik hier weer wat kabels. Dit zijn weer allemaal kabels die ik van mijn bureau en onder mijn bureau heb weg kunnen halen. Omdat mijn tv natuurlijk weg is. En omdat de boxen die hieronder stonden, want ik heb hier ook bijvoorbeeld hier een box onder. En aan de andere kant heb ik er ook een. Daar zaten ook draden naartoe, zeg maar. Die heb ik ook losgehaald, want die gebruikte ik toch niet. Dus die heb ik ook gewoon losgehaald. Dus dat is ook weg. Hier hebben we ook nog een dvd-speler. Die staat altijd hier zo onder mijn bureau. Maar die heb ik ook weggehaald, want die gebruik ik ook nooit. Dus ja, die heb ik ook gewoon weggehaald. En misschien kan ik hem dan binnenkort daar ergens aan vastmaken. Dat zou mooi zijn. Dus die heb ik gewoon weggehaald. En het is hieronder nu al iets rustiger, vind ik. Ja, ik moet nog even kijken, want ik wil deze kabels. Ja, ik heb hier dus een hele kabelgoot iets. Die heb ik al vet lang. Alleen, het punt is, ik moet hier even wat gaatjes in de zijkanten maken van kabels die eruit gaan. En die naar mijn computer gaan, want dan gaan hier dus kabels in. Internetkabel gaat hierin en nog meer kabels. Maar ik zit dus even te kijken of ik dan bijvoorbeeld mijn, hoe heet dit ook alweer, zo'n stekkerdoos hier aan het bureau vast kan maken. Deze draden ook gewoon hier aan het bureau, anders gaat het er veel mooier uitzien. Dus daar ben ik ook een beetje mee bezig. En even opstaan. Ik moet het hier ook nog een beetje opruimen. En ja, Harry Potter staat nog steeds open. Dus ja, deze box kan dus ook weg. Deze stond altijd op mijn bureau. Maar die kan nu dus ook weg. Dus dat is ook super nice. En ik ga dit bedrading ga ik ook nog een beetje opruimen. Ondertussen op mijn bureau gaat het wel lekker. Kijk, ik heb hier alle kabels achter. Ja, het ziet er best wel netjes uit. En daar loopt alleen nog een kabel die gaat naar mijn speaker toe. En dan lopen hier de kabels nog achter. Deze heb ik zo vastgemaakt. En heb ik die ook allemaal vastgemaakt. Dus dit ziet er wel gewoon goed uit. En ja, ik weet niet of jullie die knal net hoorden. Maar dit is dus eigenlijk wel klaar. Dit ziet er mooi uit. Ik ben alleen hieronder bezig. En ik probeerde dus dit aan het hier zo vast te maken. Maar dat lukt dus niet. Dus dat is een beetje kloten. Dus ik denk dat ik gewoon alles naar één ding ga doen. En dat ik die dan allemaal gewoon hierheen ga doen. Dus daar ben ik nog een beetje mee bezig. Ik wou het eerst dus hier aan vastmaken, maar dat gaat bijna niet. Omdat ik dus duct tape gebruikte, maar ja, dat werkt dus zeg maar niet. Maar wat ik wel ga doen, is naar beneden, want ik ga even eten. Want het is 6 uur en ja, ik heb best wel veel honger. Jullie zien niks, want het is donker. Nee, jullie zien echt helemaal niks. Oké, ik zet even dat licht aan. Hallo, daar ben ik, beneden. Ik ga eventjes eten maken, macaroni, dus dat wordt echt super lekker, dus dat ga ik eventjes lekker doen. Dus ja. Oké, dan zit ik hier, macaroni heb ik gemaakt, super lekker macaroni, hier zit kaas in, dat doe ik zo meteen nog even op en dan heb ik nog wat drinken en ja, super lekker, ik hou echt van macaroni, macaroni is zo lekker, vooral met gesmolten kaas. Echt lekker. Dus ik ga er eventjes lekker van genieten. Oké, ik heb net eventjes wat shit uitgetest met Lego Harry Potter. Hij werkt zoals jullie eens kunnen zien. Lego Harry Potter opnemen. De abonnee. Ik zit trouwens op 290 abonnees. Wow, dat wist ik niet eens. Dat zie ik nu pas. En de versie om alles werkt gewoon. Het is ook gewoon in de lengte van een video dus. Dus dat is helemaal super mooi. Dus dan kan ik vanavond waarschijnlijk even gaan livestreamen. Kijk, mijn camera is ook al bijna opgeruimd. Dus dat is ook super nice. Ik heb ook de bedrading naar mijn tv heb ik gefixt. En ja, dat heb ik dus allemaal gefixt. Dus dat is natuurlijk super mooi. Ik slaap natuurlijk altijd met mijn hoofd daar. Maar ik ga waarschijnlijk dus altijd voortaan met mijn hoofd daar zo slapen. Zodat ik dan gewoon tv kan kijken. Ik weet niet, ik moet nog even kijken met dat. Maar oké, ik ga nu nog even dit laatste opruimen. En dan is mijn kamertje opgeruimd. En dit moet ook nog opgeruimd worden. Maar oké, ik denk dat ik mijn bureau even laat aangezien. Hier nog shit staat, want ik heb geen idee waar ik die boot moet plaatsen. Want die boot die stond natuurlijk altijd op mijn tv. Maar mijn tv staat hier dus niet meer. Dus de boot kan daar ook niet meer staan. Dus dat is een beetje naar. Dus daarvoor moet ik nog even kijken. Daarvoor moet ik nog even plekjes vinden en zo. Dus ja, ik ben nog even bezig, maar ik ga zo meteen waarschijnlijk live streamen. Oké, mensen, alles staat hier nu dus weer klaar. Alles staat mooi. Ik heb trouwens op deze balk, waar is mijn tv aan in? Dit wil ik dan nog weghalen, maar daar staan nu even mijn Minecraft poppetjes en een Lego autootje. Ik weet niet of ik dat weghaal of niet, ik moet even kijken.
Maar alles staat hier dus klaar. Ja, mijn facecam, hi. Jullie zien daar zo mijn camera dus. Maar het enige wat ik nog even moet doen is mijn bed opmaken. En dan ben ik klaar. Dus ja, dan is alles klaar. Dan ga ik livestreamen waarschijnlijk. Dus dat wordt super leuk. Harry Potter, jaren 1 tot en met 4. Wordt super lachen, denk ik. Dus ja, ik ga nog even mijn bed opmaken. Ja mensen, mijn bed is zoals jullie kunnen zien ook opgemaakt. Ik heb weer een Lego dekbed erop gedaan. Ja, alles staat klaar. Ik ga nu livestreamen zoals jullie kunnen zien. Lego Harry Potter jaar 1 tot en met 4. Ik heb er enorm veel zin in. En ik hoop dat het een beetje leuk gaat worden. Ik moet alleen nog even wat dingetjes instellen voor de livestream. Ik moet nog even muziek aanzetten. Ik moet de thumbnail nog eventjes doen. De titel moet ik nog doen. En dat is het eigenlijk wel. Dus dat ga ik nu nog even doen. En dan ga ik nu live streamen. Oké, het streamen zit er alweer op. Wow, ja, het streamen is weer klaar. Ja, dat ging best wel snel. Ik heb ongeveer 1,5 uur gestreamd. En zo lang duurde het om jaar 1 uit te spelen. Dus ja, ik hoop dat jaar 2 ook zo lang duurt. Jaar 3 en jaar 4 ook. Dat zou gewoon lekker chill zijn. Ik weet nu niet wat ik nu ga doen. Ik denk dat ik zometeen even zo'n video ga opnemen voor morgen. Niet voor jullie morgen, maar voor mij morgen. Aangezien het dan zondag is. En dan moeten we weer een game video om 6 uur online staan. Dus ja, nog eventjes. Vorige week, voor jullie vorige week. Woensdag was er geen game video, sorry daarvoor. Ik had geen tijd. Ik moest natuurlijk nog leren voor economie. En ik heb een 6,7 gehaald. En daarom sta ik nu weer een 5,4 gemiddeld. En dat is dus bijna voldoende. Dus dat is super nice. En dan kan ik eindelijk, sta ik bijna dus eindelijk een voldoende voor economie. En dan nog eventjes één goed cijfer. En dan sta ik weer voldoende. En dan moet ik voortaan boven de 5,5 halen. En dan blijf ik voor altijd voldoende staan. Dus dat is natuurlijk mooi. Ik ga eventjes, ik denk een Lightworld video opnemen. Dus dat wordt leuk. Oh mensen, hier baal ik wel echt van. Kijk, ik was hier bij mijn copyright notices, oftewel copyright claims. En ik zat hier dus te kijken, ja, dit zijn mijn copyright claims. Hier hebben we Wie is de Mol video's die gecopyright zijn, omdat daar wat stukjes in zaten, wat muziekvideo's. Maar ja, de livestream zit er dus ook tussen. Verdomme, ja. Ik ben dus gestrikt, soort van, naar gecopyright claim. Het is niet zo heel erg. Ja, op de livestream van vandaag. En het staat hier ook. Hier, het nummer van Harry Potter. De eerste 34 seconden. En, ja, rip. Nou ja mensen, ik ga nu momenteel eventjes douchen. Dus ja, de douche staat aan. En ik ga eventjes douchen. En dan sluit ik mijn computertje mooi af. Toch afsluiten. En dan gaat hij afsluiten. En daarbij ga ik slapen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Kun je dan natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou weer bij een nieuwe vlog op zaterdag om 3 uur te zien. In ieder geval, tot dan. Later mensen. Jongens, zoals jullie kunnen zien, ik ben Leo en Indiana Jones aan het spelen. Wajo. Ik heb mijn Wii aan mijn tv aangesloten. En ik lig nu in mijn bed. En ik ben hier dus op mijn Wii. Ben ik nu dus Indiana Jones aan het spelen, wajo. Even voor de outro en ja, dit is echt vet leuk, dit spel.